Ben je op zoek naar de goedkoopste FIFA 16 Ultimate Team coins? Ga dan naar fifacoinsfc.com en gebruik de code DNPNL voor 5% korting. Naast de supergoedkope prijs hebben ze ook een instant delivery system, wat dus betekent dat als je bestelt, je coins binnen 2 minuten krijgt. Veel plezier met de video. Yo mensen, Koen van Top.nl met vandaag een nieuwe video voor jullie. En vandaag ben ik hier met een nieuwe serie. Je hoort dat ik net wakker ben aan mijn stem. Dat klopt ook. Ik ben namelijk net wakker. Want ik wil net de video gaan editen, want ik had het al opgenomen. Maar het bestand was corrupt. Super nice, je moet opnieuw opnemen. Woehoe! In ieder geval, dit is een nieuwe korte serie die ik ga doen. Ik ga voor een 190 FUT draft. Dat is heel erg moeilijk om te halen. Maar aangezien ik meestal wel geluk heb, ja, daar heb ik wel vertrouwen in. Het was me trouwens in de eerste opname niet gelukt. Dus dat was helemaal kut geweest, maar ook nog gelukt was. Maar in ieder geval, ik ga iets van 5-5 FUT drafts maken. Ik ga geen potje spelen, alleen maar die FUT drafts maken. En ik wil gewoon zo'n 190, dus je moet een 100 chemistry en 90 rating. Of 99 chemistry en 91 rating, maar dat is echt onmogelijk. In ieder geval, dit is een hele korte serie. Misschien duurt het trouwens wel even, maar het is de bedoeling dat het een korte serie is. Want mijn lange serie komt er binnenkort aan, maar dacht van, doe ik dit even om mijn tijd op te vullen. Ik hoop toch dat jullie het leuk vinden. Als jullie het leuk vindt, vergeet niet te liken. 2500 likes zou super awesome zijn. Moet ik zeker lukken. En laten we maar beginnen met de eerste FUT draft. Ik ben er klaar voor. Komt die eerste FUT draftje. Ik wil een 3 in de back, dat is het chillst. We hebben een 3 in de back. En dit is de beste 3 in de back die je kan hebben. 3-4-3 of 3-4-2-1. Want dan kan je namelijk 4 buitenspelers hebben. En dat is super chill. Dus laten we er maar voor gaan. Hoe chill zou het zijn als we de eerste meteen zouden halen. En we krijgen 99 Messi als eerste. Wat super nice is. Beter kan je beginnen. Ik spuug helemaal beeldscherm onder. 99 Messi'tje. En hij staat op rechtsmid, wat ook heel chill is. Want op rechtsmid krijg je altijd kutspelers. Net als op linksmid. Maar op LV en RV krijg je altijd goede spelers. Omdat dat, ja, ik weet niet waarom. Hier krijgen we, oh, ik zeg altijd kutspelers. Maar dit is hartstikke goed. We krijgen Games. En Games is 87, omdat hij zo'n position change gehad heeft. Wat best wel nice is. Dan gaan we nu door. Geef me alsjeblieft Ronaldo. Alsjeblieft Ronaldo. Oh, we hebben Ronaldo. Ik weet niet, moet ik nou voor Ronaldo gaan? Want ik kan onze 98 krijgen. Ik ga toch gewoon voor Ronaldo. Ik ga het gewoon doen. Oh mijn god, het gaat hartstikke goed tot nu toe. Tot nu toe gaat het echt ongelooflijk beast. Geef me hier Bill. Bill. Oh, ik dacht op Bill. Oh, jongens, dit gaat aan worden. Als dit Suarez wordt, ben ik binnen. Maar dit wordt sowieso nu een Norrer. Oh nee, ja. Adouris. Maar kijk, wat ik heel vaak de fout in ga, is dat ik voor rating ga en niet voor chemistry. En ik kan dus hier misschien nu een keertje beter voor rating gaan. Al is de kans dat ik geen... Nou ja, ik ga gewoon voor chemistry bedoel ik, sorry. Want ik had heel vaak in de vorige keer, wat jullie dus niet gezien hebben, wat echt jammer is, want dat was echt een leuke aflevering. Dat ik dan te weinig chemistry had. En dit is wel lekker. Hier, ja, dit is wel weer 3 verschil, hè. Dat is wel heel groot. En center mid is ook niet zo moeilijk te krijgen. Ik ga hier toch voor Vidal. Ook al is dat slecht voor mijn chemistry, maar maakt niet uit. Oh, lekker! Oh, heel lekker! We krijgen Modric'je. En Modric is natuurlijk een ongelofelijke beast. En je zorgt voor ongelooflijk goede chemistry. Oh, dit kan wel iets wat heel erg moois gaat worden, jongens. Dit kan wel iets heel mooi. Oh, Godinetje. Niks mis mee. Godin, niet zijn beste in vorm, wel één van. Volgens mij is de ene beste. Oh, dit is heel jammer. Is er iemand die hier chemistry haalt? Nee, het is allemaal kwakkie. Oh ja, hier. Luke Jammy, maar ja, die ga ik er toch uithalen. Ik krijg hier Varaan en Piqué. En Piqué is een ongelooflijke beast natuurlijk. Dat is heel chill. Oké, en dan de keeper. Alsjeblieft een goeie. Alsjeblieft een goeie. Ik ga nu maar voor deze, want je moet gewoon een BVA keeper hebben. En ik heb dus een 89 rating nu. Dat komt allemaal door de zilver. De zilver haalt het ongelooflijk erg naar beneden. Voor de rest heb ik namelijk echt een heel erg goed team. Hopelijk kunnen we hier wat goede spelers krijgen. We krijgen als eerste Mata. Die is nu ook linksbuiten. Nou, niet nu meer, maar die heb ik gekregen. Dus zoals jullie net zagen. En we krijgen Neymar. Maar dit is echt wel een twijfelmomentje. Want ik kan hem dus nemen, Neymar. Maar ik kan ook zo'n 97 nog krijgen. Ik denk dat ik zo'n 97 nodig heb, dus ik ga er niet voor. Dit is echt zo'n groot risico wat ik loop. Als ik hem nu niet meer krijg, ben ik echt een lul. Oké. We gaan met Di Maria. Op zich wel hoger rated. Alsjeblieft, geef me die Neymar. Oh, ik heb het echt helemaal geneukt. Ik heb het echt helemaal geneukt. Oh. Oké, hij is wel chill. Want hem kan ik erin zetten voor deze. En we hebben dan alleen nog Vidal die eruit moet. Vidal moet er wel uit. En dan heb ik een goed team. Maar ik heb Neymar. Ik had Neymar gewoon moeten kiezen. Oh, ik had Neymar echt moeten kiezen. Oh, kom op. Geef me even een goeie. Oh mijn god, daar gaat het weer. Oh, ik klikte ook per ongeluk ook veel beter iemand anders had kunnen kiezen. 86, dat is wel goed, maar we zitten inmiddels alweer 88. Ik wist het. Oh, heel slecht. Hebben we in ieder geval 100 chemistry? Met chemistry zit het goed, ik moet alleen aan die rating. Maar ik heb het helemaal verpest door geen Neymar te kiezen. Ik heb het daar echt helemaal verpest. Op zich is mijn basis best goed, maar het is, ik heb een hele bank heb ik verneukt. Ik moet nu even Neuer team hier. Oké, bijna Neuer team hier. Soms werkt het ook nog door random deze om te draaien. Maar deze keer niet, helaas. Nee, jammer maar helaas. Mensen, 188 als eerste squad is niet heel slecht. Ja, coach maakt niet uit. Ik heb toch 100 chemistry. 188 voor eerste squad. Kan ik best mee leven. Het is alleen jammer. Ja, jammer ja, dat we niet tot 90 gekomen zijn. Wat had er beter gekund? Nog een team of the year erbij eventueel, denk ik. Laat trouwens even achter mensen. Als jij weet hoe je een hogere rating kan krijgen, hoe ik dat moet doen. Want ik weet het meestal niet. Want soms als je er eentje omwisselt, zo'n poppetje, dan krijg je ineens een rating erbij. Staat helemaal nergens op. Maar we hebben geen idee wat dat inhoudt en waarom het zo is. Maar nu staat ze op volgorde, maar dat maakt dus ook niet uit blijkbaar. Ik weet dus niet wat dat betekent. Dat is wel jammer. Maar ja, oké, we gaan maar, ik ga even een potje lieven en dan gaan we weer door met de volgende FUT draft. En hopelijk gaat het beter.
En hopelijk halen we dan wel de 190. Het is echt wel moeilijker dan ik verwacht had. Dat is wel jammer. Ik hoop wel dat jullie dit leuk vinden. Het zal niet heel lang duren. Tenzij als ik heel lang duur dat ik een 190 fut eraf haal. Het kost ook best wel geld. Maar ja, boeien. Oké, dan gaan we dan een volgende fut eraf. Hoppakee. En hopelijk krijgen we gewoon even weer een 3 in de back. Ja, 3-5-2 is niet heel goed. Maar had slechter gekund. Je moet in ieder geval geen links- en rechtsback krijgen. Aangezien je echt bijna nooit team hier krijgt. En voor de rest is het allemaal heel laag reden. We gaan voor 3-5-2. Dat is eigenlijk niet zo heel goed. Want 2 CVM is wel echt kak. Nou ja, we gaan maar even kijken. Als aanvoerder krijgen we 95 Ronaldo. Kijk, dan weet je eigenlijk al dat het helemaal niks gaat worden waarschijnlijk. Dat is wel jammer. Maar ja, we gaan maar eerst de CVM's doen. Want die zijn meestal echt kak. Ja, oh. Nou ja, op zich. Als we nu nog Busquets krijgen, is dat het beste dat we hadden kunnen krijgen. Maar die krijgen we niet. Helaas. En rechtsmid is altijd kak. Want rechtsmid, dan krijg je echt een rechtsmid. Ja, wat ik al zei. Altijd kak. Nee, dit gaat helemaal niks worden, mensen. Kan ik jullie nu al vertellen. Oh. Aangezien niemand die link. Pakken we hem dan. Oh, die is van Spaans ook natuurlijk. 8 tot 91. Oh, 94. Dat is wel echt heel lekker. We gaan voor hem 94. Maar puur voor de rating. Hopelijk kunnen we straks nog iets doen met chemistry. Het zou wel nice zijn, maar ik verwacht het niet. We hebben hier Compagnie. Die is echt een stuk hoger dan Mustafi. Maar ik moet echt chemistry hebben. Dus we gaan voor Mustafi. En dan mogen we nog een keeper, wat 86 is, wat dan nice is. Haalt geen chemistry, haalt geen chemistry, haalt geen chemistry. Haalt wel chemistry, maar is 3 ratings lager. Dat is een heel slecht begin. Oh, krijgen we een rechtsback. Team hier, het is ook niet te geloven. Zeg ik niet dat het nooit gebeurt. En nu krijg ik hem ineens. Dat is ook heel raar, maar ja, het gebeurt nou eenmaal. Moet al 88 zijn. Hoe kan dit nou geen 88 rating zijn? Oké, ja, nu dan 88. Ja, oké, 88 rating. Let's go. Let's go. Let's go, let's go. En dan gaat hij weer 87. Oh ja, nog steeds 88. Oké, heel raar. Door. Oh, ik had wel Mandanda. Nee, oké, ik had Mandanda niet als keeper gekozen. Oh, fijn. Oké, dit is echt de slechtste. Laten we deze maar heel snel skippen. Laten we deze maar heel snel skippen, want dit is echt een drama. 86 rating. Oi. 86 rating. Echt wel heel slecht, hè? Ja, 87 rating. Kijk dan nog 88 als ik dit omwissel. Nee. 87 rating, 86 chemistry. Heel slecht. Echt heel slecht. Oké, 86 team geest. Dus echt 173 beoordeling maar. Ik kom nog niet eens dichtbij. Nou ja, we gaan gewoon terug en dan zien we het wel. En hopelijk gaat het volgende keer beter. Want dit was echt heel slecht. 3-5-2. Niet meer doen, Koen. Niet meer doen. Kijk, ik snap hier helemaal niks van, jongens. Ik wil dus nu FIFA-punten kopen. En ik had het net ook al op een ander account. Deze FIFA-punten had ik dus gisteren gekocht. En ja, nou ja. Maar ja, ik kan gewoon geen FIFA-punten kopen. Het is echt zo. Kijk, ik heb het rechts naast staan. Maar het staat er gewoon niet. Maar ja, ik kan dus nu niet meer FIFA-punten kopen. Oh, wacht. Wat dan als ik ja doe? Kom ik in de store en dan kan ik niks. What the fuck? Nou, doen we maar met munten. Prima. Hartstikke duur. Maar maakt me niet uit. Kom op, goede opstelling. 3-5-2. Oh. We gaan voor 4-3-3 aanval. We gaan een keer 4-3-3 proberen. Hopelijk krijgen we die Dani Alves team. Die zou heel fijn zijn. Ik weet echt niet wat ik hier moet kiezen. Ik ga niet voor Messi. Want die 99 Messi dat ik die krijg is nog best grote kans. Linksmid. Begint hij op links voor of staat hij op linksback? Ik denk op linksback. Dan gaan we daarvoor. Nee, hij staat links voor. Oh, fuck. Want nu kan ik daar geen Ronaldo meer krijgen. Oei. Dit is heel slecht. Oeh, dit is wel lekker. Lekker, dit is lekker. Als we hier nou even Iniesta team hier krijgen. Nee, Rakitic. Kan ik ook prima mee leven. Alsjeblieft Sergio Ramos. Nope. Nee, dit team gaat het niet worden, denk ik. Nee. Ik heb wel eens betere teams gehad. Legend. Ja, nooit team hier. What the fuck? Ik krijg hem ook nog. Dat is wel heel chill. 88 rating is hoger dan net. Alleen is de chemistry nu echt dramatisch. Ik moet nog een Messi. Oké, een Bill kan ook. Bill kan ik prima mee leven. Nog steeds 88 rating. Ik heb echt een nieuwe... Neymar 91. Ja, ik ga niet weer het risico lopen dat ik hem mis. Nog steeds 88 rating. Wel 95 chemistry. Als ik nu even Suarez krijg, dan ben ik echt binnen. Maar ja, ik krijg dan dit. Dit is echt heel slecht. Kom op, geef me Suarez. Nee man. Edgy. Holy shit, dit kan hem wel eens worden, mensen. Dit kan hem wel eens gaan worden. Als ik nu een beetje goede spelers ga krijgen, alleen krijg ik dit. Ja, dit is heel erg kut. Nog steeds 89 rating. Oké. Hou vol, Koen. Hou vol. Ja, 84, nu is je weer 88. Nee, nog steeds 89. Oh mijn god. Kom op. Oh, 88 rating. Nee. Maar ik kan het wel een beetje wisselen, maar toch. Nee. Gaat het toch weer fout hier? Mensen, leg maar uit. Hoe is dit geen 89 rating? Hey, ik snap die rating gewoon niet. Maar ik kom ook niet echt dichtbij met chemistry. Oh, dit had hem best wel kunnen worden hoor. Het is alleen jammer dat ik 4 in de back heb. Met 3 in de back was sowieso beter gaan. Want mijn links- en rechtsback haalde mijn rating echt heel erg naar beneden. Oh, oké, mensen. 88 en 93. Opnieuw is dat niet heel goed, maar wel beter dan net. 34 chemistry uiteindelijk wel weer 3 team of the years. Dat is wel nice. 182 beoordeling. Ja, dat is natuurlijk kut. Ah, jammer. Op met de volgende. Oké, gaan we door naar de volgende. Kom maar op. Kom maar door. 3 in de back. 3-4-1-2. 2-1 bedoel ik. 3-4-1-2 is heel kut. Dit is heel chill. 99 Messi. Oh, ja. Dit is heel slecht, ja. Dan doen we wel Thiago, die kan ik daarmee linken. Maar, dit is echt matig. Dit is echt matig. Oei, dit is slecht.
Ja, dit gaat helemaal niks worden. Mensen, ik kan eigenlijk beter nu al knippen. Oh. Wel 97 chemistry, dat is op zich wel nice. Oh, Messi. Oh, die is heel lekker. Oké. Hier moet ik even nadenken. Heb ik Messi nodig? Nog niet. Ik kan al 99 Messi. Ik ga al voor de Neymar. Dan kan ik Neymar hier. En zet ik Ronaldo hier. Dan krijg ik weer van deze kak. Ja, hier heb ik echt scheidsziek. Nee! Ik pak de verkeerde. En nu 89 rating. What the fuck? Omdat ik een 80 rating erbij breng? Ik heb het zo onderschat, mensen. Dit is echt niet te geloven. Op het moment dat je meer chemistry haalt door Carvajal in de spits te zetten, weet je dat je het echt helemaal verneukt hebt. Oh, man. Dit had op zich wel kunnen worden, maar helaas. Ik heb wel 87 plus 99, 186. Voor mij is dat mijn best tot nu toe. Maar ja, nu gaan we weer een potje in. En ik kan nu ook geen FIFA punten meer kopen. Dit is echt heel kut trouwens. Dit is echt heel kut gewoon. Ik moet nu al die packs gaan openen. Al die free packs die allemaal kut zijn. Zodat ik nog een futdraft kan doen. De laatste van deze aflevering. Oh, nice. Gaan we door, mensen. De laatste futdraft van vandaag. Hopelijk vond je het een beetje leuk. Als je het leuk vond, vergeet de video dan zeker niet te liken. En dan gaan we dan. Oh, ik heb echt kut opstellingen. Hoe kan dit nou? 5, 2, 2, 1. Gaat dit hem dan worden? Messi. Ja, wel Messi, maar een heel kut Messi. Oh mijn god, hoe kan je zo beginnen? Ah, dit is zo kut, man. Ik ga voor Ronaldo. Messi. Ah, oh, Bill. Op zich wel decent. Slecht. 85 rating. Dat is de laagste volgens mij tot nu toe die ik heb. 85 aan het begin. Hopelijk kunnen we nog wat beter toevoegen. Ja, maar moet ik hem weer kiezen. Maar eigenlijk wil ik het niet. Maar met de 91 ga ik het nooit halen. Dus ik ga wel gewoon even door. CVM Alaba, dat is wel echt ongelooflijk. Beast, heb ik daar iets aan? Nee. Ja, een rating wel. Maar ja, een rating is hier heel goed. Dus gaan we. Oh nee, had ik veel beter. Voor natuurlijk. De GA kunnen gaan we dus nog hoger. Maar ik heb down. Nu 86. Nog 86 rating. Geen 100 chemistry. Want ik heb deze twee Mongolen op het middenveld. Ja, allebei 3 chemistry. De rest had iedereen wel gewoon vol. 9 of 10. Oh. Wat is dit slecht, zeg. Oké, 97 chemistry. 86 teamring. Dat is waarmee we afsluiten voor de eerste aflevering van Road to 90 Futdraft. Hopelijk vond je het leuk. Vergeet de video dan zeker niet te liken. 2.500 likes zijn super arm. Zijn de week ook dat jullie het leuk vinden. Ik ben er niet heel vrolijk van geworden, zoals jullie zien. Maar ja, het is nou eenmaal zo. Ja, ik weet niet wanneer de volgende aflevering komt. Dat zien jullie wel. En dan ga ik gewoon die 90 halen. Ik wil het gewoon halen. In ieder geval, ik zie jullie de volgende keer. Zeg like voor je reageren. Gewoon in de volgende keer. Ik zeg doei. Later.